Mijn naam is Freek Siek. En vandaag testen we mijn auto en die van mijn broer. Mijn auto is een Jaguar XJ, XJ 4.2 uit 2003. Die draait evenals mijn vorige Jaguar op gas. Ik maak nogal veel kilometers, dus gas is wat dat betreft voor mij een prima brandstof. Ik heb uitstekende ervaring met gas. Ik heb ook diesel gehad, maar gas schijnt ook nog milieutechnisch een betere brandstof te zijn. Dus ik ben daar helemaal tevreden over. We gaan vandaag voor de keuring. De keurmeester Henny wordt zometeen mijn auto en die van mijn broer wordt onder handen genomen. Ik ben zeer benieuwd. Mijn naam is Serge Ziek. Ik rij Mercedes S-klasse. Daar ben ik een jaar of 8 geleden mee begonnen. Dat is ontzettend goed bevallen. En vandaar dat ik 1,5 jaar geleden deze S-klasse heb gekocht. Wat ik van de keuring verwacht van de TÜV is dat ze de auto eens eventjes heel kritisch gaan bekijken. Ik hoop dat er geen grote gebreken aan het licht komen. Maar aan de andere kant heb ik daar natuurlijk ook wel vertrouwen in dat het goed komt. Ja, de ene keer staan we hier met een oude Fiat Panda. En nu hebben we echt twee automobielen uit de eredivisie. Een Jaguar XJ, Mercedes-Benz S-klasse. Allebei met een 8-cilinder motor. En ook nog eens allebei op LPG. We hebben niet zo heel veel kilometers gelopen. Maar het zijn twee broers. De ene is een verstokte Mercedes-Benz rijder. En de ander is helemaal gek van Jaguar. We geven de auto's even in de handen van Henny. En dan kunnen ze zien welke auto het beste is. Natuurlijk niet de bedoeling van het veiligheidssysteem, hè? Een verlengstukje. Kijk, hier lekt hij een beetje. En of dat nou die, of het is die onderbak, of het komt hier uit. Die 3 mm, dat is frictiemateriaal. Ja. Voel je? Ja. Dat heeft druk te maken. Ik kan me niet voorstellen dat hij niet lekt, maar we gaan wel even kijken. Maar hij is droog. Zou dit kunststof zijn? Ja, Mercedes-Benz zegt van zichzelf dat is beste oder niets. En hier hebben we dan een Engelse auto staan die, ja, de Engelsen hebben een beetje een reputatie. Henny heeft ze allebei helemaal bekeken. Ze zijn qua leeftijd gelijk, hè? Zo rond de 10 jaar. Henny, wat heb jij gevonden? Nou, qua rij-eigenschappen zijn ze totaal verschillend. De Mercedes die is een beetje op comfort gebouwd. En de Jaguar meer op sportiviteit. Mm-hmm. Ze hebben allebei foutmeldingen in het bordsysteem zitten.
in de bordcomputer. Ja. Een beetje gerelateerd aan het rijden op het gas. Okay. Nou, en voor de rest, de achteras, die zweet allebei een beetje olie. Nou, en de Mercedes die heeft nog een lekker krukaskering erin zitten, die een keertje vervangen moet worden. En de Jaguar die heeft speling op de achterwielophanging, waar een keertje naar gekeken moet worden. Maar geen grote zaken eigenlijk? Nee. Verder geen grote dingen gevonden. En je las dus in de boordcomputer wat fouten in het motormanagement. Ja. En dat heeft te maken dat de auto op LPG daar toch een beetje moeite mee heeft. Ja. Maar je merkt het tijdens het rijden eigenlijk niet? Nee. Oké. Nou, dankjewel. Nou, we hebben de keuring net gehad en boven verwachting eigenlijk. Natuurlijk is het een auto van 9 jaar oud, dat is gewoon zo. En hier en daar een druppeltje olie, maar eigenlijk geen noemenswaardige opmerking door keuringmeester gemaakt. En één keringetje, nou dat zal bij gelegenheid eens een keer vervangen worden. En voor de rest komt de auto er boven verwachting goed uit. Nou, dat viel erg mee. Keurmeester Henny heeft hem flink onder handen genomen, heeft alles bekeken en bleek in uitstekende conditie. Er waren een paar puntjes. Ik zou mijn remvloeistof een keertje moeten vervangen. Nou, kennelijk is dat de laatste nog niet gebeurd. En een van de bevestigingspunten van de draagarm van rechterachterwiel, die heeft ook enige aandacht nodig. Voor de rest was hij in uitstekende conditie en voor een 10 jaar oude auto die toch wel vrij intensief wordt gebruikt, viel me dat reuze mee. Ja, niet dat ik anders verwacht had uiteraard van een Jaguar, maar het is toch even leuk als dat van onpartijdige zijde wordt bevestigd.